kniepig zijn, glashard in iemands gezicht kunnen liegen en tactisch zijn. Dit zijn, volgens de kandidaten, de eigenschappen voor een goede mol. Zal de mol deze ook daadwerkelijk bezitten? Of gooit de mol het over een geheel andere boek? Eén ding staat vast, de mol zal er alles aan doen om de kandidaten tegen te werken. De kandidaten leven 4 dagen met elkaar en voeren opdrachten uit met als doel geld te verdienen voor de pot. De mol zal proberen roet in het eten te gooien. Na elke aflevering zullen de kandidaten een test moeten maken. Degene die de test het slechtst maakt, zal onmiddellijk het spel moeten verlaten. 8 kandidaten. 1 mol. Maar wie is de mol?